In een eerdere tip heb ik het al eens gehad over het werken met stijlen. Daarin kwam onder andere aan de orde hoe je met stijlen eenvoudig een inhoudsopgave kunt maken. De methode die daar is gebruikt heeft wat mij betreft de voorkeur, maar in dit filmpje laat ik je een alternatief zien. In deze tip wil ik je dus een manier laten zien om een inhoudsopgave te maken die automatisch de paginanummers voor je opzoekt en die bijgewerkt wordt wanneer er wijzigingen zijn in het document. Hier heb ik een voorbeeld van een document dat al klaar is. Ik blader even naar beneden en je ziet hier op de tweede pagina een inhoudsopgave met paginanummers. Ik zal je laten zien hoe die gemaakt wordt. Eerst sluit ik dit document. Hier zie je hetzelfde document, maar dan zonder de inhoudsopgave. Ik zet even via het tabblad Start met dit knopje de codes aan. Daardoor zie je waar er pagina-einders en enters staan. Om hier nou een inhoudsopgave te kunnen maken, moet ik zorgen dat Word de structuur van mijn document kent. Hoofdstukken, paragrafen, eventueel subparagrafen. Ik ga naar mijn eerste hoofdstuktitel en ik klik erin zodat de cursor erin staat. Hoe geef ik nou aan dat dit een inhoudsopgave hoofdstuk is? Door op het tabblad Start te gaan naar Alinea, dit knopje te gebruiken en hier aan te geven dat het een niveau 1 tekst is. Dat doe ik voor alle hoofdstukken. Hier staat er nog eentje. Dit, niveau 1. Oké, blader, blader, blader. Hier heb ik er nog één. Je kunt het ook via je rechtermuisknop doen. Rechtermuisknop, Alinea, krijg je hetzelfde dialoogvenster. Niveau 1, oké. En zo doe ik dat voor mijn hele document. Dit is de laatste, Alinea, niveau 1. Oké. Nog even een aanvullende tip. Als ik naar het tabblad Beeld toe ga en ik kies navigatievenster, dan krijg ik hier aan de zijkant een navigatievenster te zien en daar zie ik keurig mijn niveau 1 onderdelen. En die kan ik ook gebruiken om te navigeren. Nu de paragrafen, dat worden dan niveau 2's. Klik erin, tabblad start, Alinea en dit is dan een niveau 2. Dit is ook een niveau 2. Kan dus uiteraard ook weer via het snelmenu, rechtermuisknop. Nog een aanvullende tip. Dit moet ook een niveau 2 tekst worden. Je laatste handeling kun je herhalen door op F4 te drukken. Ik zet mijn cursor in de tekst, druk op F4 en je ziet het wordt ook een niveau 2. Nou, dit ga ik voor alle paragrafen doen. Dit F4, dit F4, dit F4 en zo doorloop ik mijn hele document. En de laatste. Nu weet Word de structuur van mijn document en nu kan ik mijn inhoudsopgave gaan maken. Ik zet mijn cursor op de plaats waar de inhoudsopgave moet komen. Ik ga naar het tabblad Verwijzingen, Inhoudsopgave en dan zie ik hier staan Automatische inhoudsopgave. Ik klik erop en je ziet er wordt direct een inhoudsopgave gemaakt. Heel eenvoudig. Oh, ik zie dat ik een hoofdstuk vergeten ben. Ik ga weer even hier naartoe. Dit had ook een hoofdstuk moeten zijn, dus een niveau 1. Ga ik nou naar mijn inhoudsopgave, dan zie je dat die er niet bij staat. Hoe krijg ik die erbij? Klik in de inhoudsopgave, kies voor bijwerken, in zijn geheel bijwerken, oké, en dan staat hij er wel bij. In plaats van deze kun je ook die kiezen, maar het enige verschil is het woordje inhoud of inhoudsopgave. Zo kun je dus een inhoudsopgave maken.
Ik raad je zeker aan om ook de tips over het werken met stijlen te bekijken, want daar staan voor grotere documenten nog meer handige tips in. Tot zover de tip van deze maand. Tot de volgende maand.